Joep van het Hek, een grootheid in cabaretland. En het mooie is, we gaan van de ene grootheid door naar de andere grootheid. Want we hebben hier een, zeker ook een politieke grootheid aan tafel zitten. Alexander Rino, ik kan. Hartstikke fijn dat u er bent. Blij dat u hierheen heeft kunnen komen. Ja, eerst natuurlijk de actie Cultuur in Actie. Ik neem aan dat als u gaat zitten dat u die actie ondersteunt. Anders gaan we een heel ingewikkeld gesprek krijgen. Of juist. Natuurlijk. En wat kenmerkt u als liefhebber van de cultuur? Ik ben een hele actieve gebruiker, als dat het goede woord is. Ja. Participant. Muziek, theater, film, toneel, heel veel. Ik lees heel veel, dus ik denk dat ik toch in de hele volle breedte geniet van de cultuur. Juist als het leven wat tegenzit en lastig is, zoals voor zoveel mensen nu het geval is, merk je dat weer. En de cultuur heeft alle recht en reden om zich te laten horen. Ja. En nu het moeilijk gaat met veel beoefenaren van de cultuur, nu de kunst beter bediend moet worden, juist omdat het leven lastig is dan ooit, heeft de kunst het dezelfde tijd ook moeilijker dan ooit. Dus die combinatie maakt het nodig te doen wat jullie doen. Dat is wat goed. En wat geeft kunst en cultuur u dan? Wat is het? Is het plezier? Is het troost? Inspiratie? Of is het een ander woord wat ik niet zo kan bedenken momenteel? Het is hoe dan ook plezier, maar het steekt toch wel iets dieper dan een leuk momentje. Mm-hmm. Het heeft toch een blijvende betekenis in wat je leeft, wat je beleeft, waar je voor leeft en waar je naartoe leeft. En als het leven tegen zit, heeft het ook echt die troostende werking en die ondersteunende werking. En eigenlijk in de optelsom van al die effecten is het een van de hoofdingrediënten van mijn leven. En ik denk dat ik niet de enige ben die hier komt en dat ook vindt en voelt. Nee, zeker niet. Maar het is altijd fijn om door iemand met een grote staat van dienst en met kennis van zaken, dat ook nog een keer bevestigd te horen. Dat kan ik ben dus een trouwe gebruiker en participant, maar ik ben ook nogal bestuurlijk actief op veel terreinen. Ik ben voorzitter op dit moment van de Bali en van AI, het Filmmuseum. Ik heb ook in de Raden van Toezicht van Musea gezeten. Ik heb heel lang in de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw gezeten en ben voorzitter geweest van de Vrienden van Gebouw en Orkest. Eigenlijk allemaal weer kansen om een klein beetje terug te doen naar kunst en cultuur, wat kunst en cultuur voor mij en zoveel anderen doet. Ja, want nou, dat is, ik ben blij dat u dat ook even, dan weten mensen ook meteen wat u eigenlijk allemaal voor een, als een octopus bijna met allerlei dingen verbonden bent. U bent ook hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Dus u heeft van heel veel zaken kennis, laat ik het even zo zeggen. En het gaat natuurlijk vaak als het over de culturele sector gaat, van nou, dat kost veel geld of het slurpt subsidie. Dat zijn de frames die eigenlijk vaak worden gelegd op de cultuursector. Terwijl, en aangezien u die octopus bent die alles weet, als het ware, die kennis van zaken heeft, kunt u misschien ook, er wordt ook wel vanuit de cultuursector wordt gezegd, nee, we zijn juist een hele gezonde sector. Ja. Dan vraag ik eigenlijk aan u, van, kunt u dat bevestigen? Is de cultuursector een gezonde sector die eigenlijk ook economisch onder andere heel erg veel oplevert en heel erg veel brengt? Maar natuurlijk. En gelukkig is dat geen nieuw verhaal, maar het is wel een verhaal wat vaak verteld moet worden, omdat het zo vaak over het hoofd wordt gezien. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met de manier waarop de kunst en de cultuur zichzelf organiseren. Daarover misschien zo meteen nog iets, maar eerst even het verhaal zelf. Dat is inderdaad ook economisch een veel sterker verhaal dan menigeen zich realiseert. Want het is niet alleen mooie werkgelegenheid, daar begint het overigens mee. Maar het is bovendien werkgelegenheid die een uitstraling heeft naar grote delen van de economie. En dat zie je op allerlei manieren en op allerlei momenten. Een van de mooie voorbeelden die niet altijd helemaal in cijfers te vatten zijn, maar wel reëel, is bijvoorbeeld de manier waarop kunst en cultuur bijdraagt aan het vestigingsklimaat van Nederland. Ja. En voor ondernemingen die hier naartoe komen of overwegen hier naartoe te komen, is het van levensbetekenis in een hoogwaardig vestigingsklimaat te belanden. Hoogwaardig in de zin dat hun toekomstige medewerkers hier met plezier in Nederland wonen en werken. Ja. En kunst en cultuur levert daar aantoonbaar en bewijsbaar een enorme bijdrage aan. Dus wat kunst en cultuur doet voor onze grote steden bijvoorbeeld, om ze inderdaad aantrekkelijk te maken, juist voor buitenlandse belangstellenden, dat is nauwelijks uit te rekenen. En voor zover je het kunt uitrekenen, gaat het om een hele grote bedrag. Dus eigenlijk een magneet berekening trekt het ook economie aan. En niet alleen dus het theaterbezoek in de avond, maar ook bedrijven, instellingen die zeggen, oh, daar heb je, dat is allemaal pluspunten eigenlijk die de cultuursector opneemt. Zo is dat. Zo is dat. En dat Nederland op zoveel terreinen van kunst en cultuur op wereldniveau iets te bieden heeft, betekent voor de reputatie van Nederland ongelooflijk veel.
Het concertgebouw, het concertgebouworkest, de grote musea in Amsterdam en Rotterdam, maar ook daarbuiten. Overal waar ze zijn, hebben ze die bijdrage geleverd en leveren ze die morgen en overmorgen nog. Ja. Dus alleen al vanuit dat perspectief moeten kunst en cultuur niet al te bescheiden zijn in wat ze vinden van zichzelf. Maar dat is denk ik, daar kunnen we alleen maar bij aansluiten, denk ik. En ik denk dat de buitenwereld wel heel vaak ziet. U noemt het Concertgebouworkest, wat natuurlijk een hele grote naam heeft in het buitenland. Maar we moeten dus niet te bescheiden zijn. Dan vraag ik me toch af, even plagen ook hoor, maar vraag ik me toch af hoe dat dan in Nederland we politiek gezien ook niet voor elkaar krijgen om dat verhaal heel duidelijk neer te zetten. En dan kijk ik ook even naar de minister, van Engelshoven, D66-minister. Een partij overigens die natuurlijk altijd een warm hart heeft voor cultuur. Maar nu toch eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, er niet echt in lijkt te slagen om een harde vuist op tafel te maken. Of op zijn minst de cultuursector. De cultuursector heeft in ieder geval niet het gevoel dat zij nou de ambassadeur is die het weer regelt in Den Haag momenteel. Ja. En ik kan me voorstellen voor u dat het ook... U heeft lang in de Eerste Kamer gezeten, u heeft allerlei adviesorganen gezeten, u bent betrokken bij de partij, u bent D66'er. Dat er toch. Nou ja, ik wil u niet gaan vragen om een analyse van uw eigen partijgenoot, maar toch, hoe kijkt u er dan tegenaan? Ik ken haar heel goed en ik weet in ieder geval één ding heel zeker. Als persoon is zij net zo gecommitteerd en net zo verbonden aan kunst en cultuur als ik en vele anderen dat zijn. Dat geloof ik hoor. Ja. Dus daar ligt het echt niet aan. Het is een lastig beleidsterrein. Ja. En dat heeft ook twee redenen waar ik bij deze gelegenheid nog wel even aandacht voor durf te vragen. In de eerste plaats heeft dat toch te maken met de manier waarop kunst en cultuur zichzelf presenteren naar de rest van het land. Mm-hmm. En daar is echt nog wel iets aan te verbeteren. Het is lastig, maar ik kom uit een wereld... Althans, heb er heel lang gezeten. Het poldermodel, waarin dat een soort tweede natuur is geworden. Om elkaar op te zoeken, te vinden en te komen tot grote en brede gezamenlijk gedragen voorstellen. Zo goed dat er eigenlijk de hoop bij mij al heel lang is dat het op andere beleidsterreinen ook best zou moeten kunnen. En het interessante is, waar dat lukt, is het ook effectief. Want de politiek heeft wel degelijk belangstelling voor wat er dan wordt gezegd. En wordt aangevoerd en is ook echt bereid daar serieus naar te kijken en naar te luisteren. En ook heel vaak, als het haalbaar is en financieel niet al te reëel, daar echt aan mee te werken. Dus er is veel te winnen door die gezamenlijkheid actief te zoeken. Een beetje geven en een beetje nemen hoort erbij. Dat valt niet altijd mee. Veel mensen in kunst en cultuur zijn origineel en daardoor ook eigenwijs. En hebben vaak het idee dat ze het net iets beter weten dan de anderen. En misschien is dat ook wel zo, maar juist op zo'n moment kun je dat beter even opzij schuiven en kijken of je in de volle breedte van kunst en cultuur een gezamenlijk geluid kunt laten horen. Ja. Kunst in 92 probeert dat, maar het is echt een grote opgave. Dat is één. Ja. En twee is, die sector zou goed georganiseerd de minister ook moeten helpen bij het goed besteden van het geld dat er is. Dat is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, altijd te weinig. Dat vind ik bij voorbaat eigenlijk ook wel. Dus maar ook dat het is ook nooit is, niks. Minister, die 300 miljoen euro, dat het eigenlijk te weinig is. Het is altijd te weinig, zou ik bijna zeggen. Wat ze er ook bij doet, zal nog tekort schieten. Maar de vraag is nu ook vooral, wat moet er met het geld gebeuren dat er is en misschien nog gaat komen? Dan is het heel voor de hand liggend om met de subsidiehoek te beginnen. Met degene die gesubsidieerd worden, heeft de overheid lokaal of nationaal een relatie. Die hebben ook iets van zich laten horen bij het aanvragen van de subsidie. Die hebben laten zien dat ze iets moois doen, dat gesubsidieerd hoort te worden. En dat is dus een natuurlijk vertrekpunt. Maar als de sector met goede redenen wil dat het daar niet eindigt, dan moet ze ook een beetje meer misschien nog dan al gebeurd is, meedenken hoe dan dat meerdere geld goed besteed zou kunnen worden. Je kunt niet iedereen die zich kunstenaar noemt op grond daarvan financieel gaan helpen. Nee. Daar is zeker niet voldoende geld voor. Maar hoe dan wel? Dat is best een lastige opgave. Dus ik zou zeggen, hoe meer de minister voorzien kan worden van haalbare, breed gedragen ideeën over dat onderwerp, hoe meer de sector ook recht heeft en reden heeft om bediend te willen worden door de politiek. Ja. Ik denk, ik vind het een heel, heel helder en heel mooi en duidelijk antwoord eigenlijk. En ik kan me voorstellen dat deze actie, Cultuur in Actie, natuurlijk een onderdeel is eigenlijk van wat u zegt. De poging ook vanuit één mond, vanuit één hoek, vanuit met één verhaal mee te denken, mee te helpen. En dan zou het denk ik ook heel goed zijn als ze hier morgen is en hier aanschuift. Ik zou hopen dat dat gebeurt. Ja. Ik begreep dat het niet uitgesloten is. Het is nog niet, voor mij moet er nog wat gericht worden. Maar ik zou denken, u zei het dus neus en lippen door. Ja, ik ben even stout en brutaal, maar dat mag
op mijn leeftijd. Dat u haar heel goed kent, toch? Dat heb ik niet verkeerd gehoord. Zeker. Ik kan me voorstellen dat u zo meteen als u hier wegloopt... ik weet niet of u nu boos op mij gaat worden... maar dat u haar even belt of een berichtje stuurt en zegt... Ingrid, ik mag dat ook niet zeggen, maar dat u zegt dat waarschijnlijk wel. Ik wil het met alle plezier doen. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat als het enigszins kan... ze dat ook echt zelf zal willen doen. En u hebt geloof ik al contact met haar... vanuit de organisatie. Nou, ik hoop er gewoon maar het beste van. Ja. Want nogmaals, aan haar persoonlijke betrokkenheid en belangstelling voor kunst en cultuur hoeft niemand te twijfelen. Die is authentiek en breed en diep aanwezig. Dat geloof ik ook. Dat zei ze overigens ook heel erg mooi bij M toen ze met Cornel Maas daar zat. Toen zei ze ook, dat geloof ik ook wel echt, dat het haar ook gevoelsmatig aanging als ze hoorden uit de cultuursector... dat mensen dachten dat ze eigenlijk een beetje met de petten naar gooiden. Ja. Dat heeft ze gelukkig ook rechtgezet. Goed zo. Maar dan hopen we... Ik ben blij dat u zegt dat u even contact met haar zult opnemen... en dat hopelijk dat wij hier snel nog vandaag te horen krijgen... dat ze morgen aanschrijft. Dat weet ik ook niet, maar aan mij zal het niet liggen. Kijk, dat geloof ik zeker. En aan uw liefde voor cultuur ook niet, dat zeker. Hebben we kunnen horen. En... ik neem aan dat u ook met veel liefde een handtekening gaat zetten. Zeker. Namens hoeveel mensen? Of gewoon namens uzelf? Dat zou natuurlijk ook wel fantastisch zijn. Ik ga het doen namens twee mensen. Ja. En dat zijn onze twee kleinzoons. Kijk. 4 en 6 jaar oud. Ja. Want het is toch eigenlijk ook voor hen dat we dit doen. Ja, dus voor de nieuwe generatie zet u een handtekening. Ja. Fantastisch. Die twee zetten we erop. Twee waardevolle handtekeningen. En dan heel erg bedankt dat u hier was in de Rino Kam. Fantastisch. APPLAUS